Ik zou zeggen, iedereen hartelijk bedankt die de moeite genomen heeft om hier vanavond aanwezig te zijn. Allereerst wil ik iedereen bedanken die geholpen heeft met de totstandkoming van het gebouw. Die geholpen heeft zowel in, met de realisering van de tekeningen, van de ideeën, het uitgaven, de staalconstructie. Ga maar door. Alles moest gebeuren en we hebben alles met z'n allen gedaan. Ik wil ten eerste iedereen bedanken die me daarmee geholpen heeft. En sowieso vind ik het hartstikke leuk dat alle vrienden en bekenden hier zijn. Ook van vroeger, mensen die ik tijden niet gezien heb. Allemaal hartelijk bedankt. En natuurlijk ook wil ik mijn zonen bedanken die me altijd geholpen hebben overal mee. En niet te vergeten als laatste, ook mijn vrouw, Henny. Wij gaan nu zo meteen de deuren los doen. Je ziet, het is 19:53. Het is een apart jaar, of in ieder geval een aparte tijd. 1953 was het eerste jaar dat de Corvette uitkwam. Hij is niet in onze collectie, maar dankzij jullie giften kunnen we misschien volgende week op gaan zoeken. Dus wie weet, maar met een beetje goede wil hopen we in de toekomst ook in onze collectie bij te kunnen zetten. In ieder geval, ik zou zeggen, ga allemaal naar binnen toe, bekijk het. Hier in de... In het eerste kantoortje hebben we twee vellen liggen. Daar kan iedereen een handtekening zetten die dat wil. En ik zou zeggen, loop dan door verderop. Eerst gaat mijn vader de deur los doen. En mijn kleinzoon Dylan, die gaat het lint doorknippen. Dus we gaan dat nu proberen te doen. Het is gelukt. Goed. Ja, bij deze is dan het museum geopend. En ik zou zeggen, kom allen binnen. Bij deze is het geopend. Zal ik hem aanpakken? Hoe trots ben je nu? Nou, ik ben echt wel trots. Tuurlijk, het is een levenswerk waar je natuurlijk nu een bepaalde invulling aan gegeven hebt. En ja, we sparen natuurlijk al heel veel jaren de Corvettes op. Ze stonden vroeger in oude boerenschuren, om het zo maar te zeggen. Je had eigenlijk ook nog een loods ergens hier in Wezep, hè? Ja, klopt. We hebben nog een loods waar natuurlijk nog wat staat. Dus je hebt nog meer? We hebben er nog meer, ja, dat klopt. En je bent eigenlijk weer te klein? Je bent altijd te klein. Helaas wel. Maar we hebben gewoon de mooiste auto's uit onze hele verzameling. Die staan hier. En we hebben dus vooral gekozen om van elk bouwjaar de meest bijzondere en mooie Corvette hier neer te zetten. Ja. Maar dan begrijp ik dat je nog één wens hebt. En dat is 1953. Dat is 1953. Dat klopt. En waarom kun je daar niet aankomen dan? In heel Europa is er niet één. En nee, echt niet. Er zijn er 300 gebouwd in 1953. Er zijn er nog zo'n 112 van over. En die zijn eigenlijk in Amerika allemaal hetzij liefhebbershanden of mensen die hem voor de geldbelegging hebben. En dat betekent dus ook dat de prijs vrij hoog is. En we proberen gewoon om toch zo'n wagen te bemachtigen. En we hoeven niet de mooiste van Amerika te hebben. Nee, die maak je zelf wel. Maar we gaan er wel voor om een hele echte te vinden. Ja, ja. En dan zal die gegarandeerd een keer hier in de collectie staan. Ja. Goed, je zegt van je gaat wisselen. Dat betekent dat je dus vrijwel om de zoveel tijd een nieuw programma maakt hier? Nou, we gaan natuurlijk wel het een en het ander aanpassen. Ze gaan weer een denken van we zetten er een of ander eruit halen. Dat zal zeker voorkomen. Maar de basiscollectie blijft eigenlijk staan. Ja. Hoeveel auto's heb je totaal in bezit? Of mag ik dat niet vragen? Nou, je mag het vragen. Wij hebben meer dan 200 auto's zelf. Waarvan ruim 160 Corvettes zijn. En er zijn er zo'n 75 à 80 steen hier permanent nu opgesteld.
Wij hebben zo'n pakweg zo'n 25 corvettes in de andere showroom staan voor de verkoop. En we hebben nog diverse corvettes die in restauratie zijn. En dat zijn ook auto's die we straks voor wisselfuncties gaan gebruiken. Okay. Nou is het een museum, zeg je. Dat betekent dat je dus ook dagelijks open bent? Dat weer niet helemaal. Wij hebben dat op ervoor gekozen. Om dus de mensen wel de gelegenheid te willen geven om het te bekijken. Maar het is wel op een afspraak. En we gaan dat eigenlijk speciaal doen op de zaterdagen en op de vrijdagmiddagen. En misschien nou een paar jaar ouder zijn en ik heb wat meer tijd, dat ik dan wat meer dagen in de week los kan zijn. Ja. En als je nou bijvoorbeeld zegt museumdag, 8 september? Ja, dan hebben wij toevallig een hele grote binnenkampfamiliereunie hier. Dus dan is het inderdaad, die dag is het bezet. Maar we gaan er in de toekomst zeker naar werken. We willen dus met de komende openingsmeeting in april, willen wij dus het hele museum openstellen de hele dag. Voor alle geïnteresseerden en de inwoners van Wezep en omgeving om hier te komen kijken van wat vinden jullie ervan. Maak je nou ook een mooi boekwerk voor elke auto die hier staat, dat je dus weet van dit zijn de omschrijvingen? Of ga je elke keer met de mensen mee? Nou, we gaan nu nog met de mensen mee en we vertellen de verhalen rond de auto's. Hartstikke bedankt, jongen. Daar is die 1953. Dat komt in 1953, ja. Maar we gaan dus bij de auto's komen nog een soortement tekst van wat is het voor auto, wat is de story. Bordjes bij de auto. Zeg. Bordjes bij de auto, om toch een gedeelte van de story voor de geïnteresseerden kunnen dat lezen van wat is het voor auto, waar komt die vandaan en ja, wat is er hier nou zo bijzonder aan, wat vindt André daar nou voor bijzonders aan. Dat zet je er ook bij. Dat zetten we er ook bij. Daar ben je nog druk dus. Daar ben we nog druk, maar dat proberen we aanstaande winter te gaan doen. Ja. Nou, ik wens je veel succes. Ik zou zeggen, ga naar je gasten toe, want je bent ook gastheer natuurlijk. En ik zou zeggen, ik hoop dat je een hele goede toekomst tegemoet gaat. Dat je heel veel mensen over de vloer mag krijgen die dus geïnteresseerd zijn in de corvettes en stingrays. Met de stingrays. Stingray is een onderdeel van de corvettes, maar dat is een kleine serie geweest in 1963 tot 1967. En wie daarin geïnteresseerd is, kan zich komen bekijken dus. Oké, bedankt en nog een hele fijne avond en een goed weekend. Prima, bedankt.